Verrossen was al lang met zijn witte onderbroek aan een stok naar buiten gewandeld. Dat begrijp je zeker wel. In feite was Hitler al met al gewoon een borreltafelstratege. Met Verrossen, kunt u mij horen? We moeten eerst even wat posten wegwerken, Maarten. De reis met de trein door Europa. Met lezingen op verschillende plekken en ook in de coupé zelf. Op Instagram, Maarten Podcast, ging het er laatst al over. Dat leverde al veel reacties op. Hoe zit het daarmee? Ja, daar wordt door het reisbureau gewerkt aan een soort nieuw plan. Het was geboren uit mijn liefde voor treinreizen in principe. Het feit dat het zoveel fijner is om naar Londen te gaan in de Eurostar dan in klote vliegtuigen, die afschuwelijke luchthavens, echt allemaal even verschrikkelijk gewoon. Terwijl in de trein stap je beleefd in op het station en je kunt naar buiten kijken, je kunt een wandelingetje maken onderweg. Het is wel wat duurder, dat moeten we toegeven. En het is natuurlijk voor de vliegschaamte is het ook hartstikke prettig om per trein te gaan. Al is het de energiewinst, dat is beperkt voor zover ik dat begrepen heb. Maar ja, daar wordt gewerkt aan een treinreisconcept. Ja, waarbij je ook de treinreis gecombineerd met een soort culturele lezingen. Je begrijpt, ik noem maar wat op, je rijdt met de trein van München naar Wenen. Nou, München is een prachtstad waar je alle mogelijke lezingen kunt houden. NSDAP is daar gestart in feite en Wenen is helemaal, ja, ik ben Eisenhaag van Wenen een beetje geheim te houden, want dat is een van de weinige echt super aantrekkelijke Europese steden waar nog niet alles overlopen wordt door het moderne massatoerisme. Geweldige stad. En dat is het idee eigenlijk, dat we dus mijn oorspronkelijke idee was om met de hoge snelheidstrein te beginnen in Uppsala, Zweden. Daar is het eindpunt van de Zweedse lijn, zou ik maar zeggen. En dan met de Europese hoge snelheidstrein helemaal naar Sevilla. Prachtige stad ook, echt ongelooflijk. En dan op bepaalde locaties uitstappen. Mijn idee was ook om te overnachten in de ouderwetse, zeg maar, treinhotels in het centrum van de grote steden. Dat is natuurlijk vaak zijn die stations ook niet helemaal geweldig meer. Dus dat weet ik niet. Maar daar wordt gewerkt aan een treinconcept. Ja, daar wordt aan gewerkt. Dat is er nog niet. Als het er is en het gaat werken, dan zal er zeker mee geadverteerd worden. Oké, dus je hoeft nu nog niet te gaan zoeken op het internet en dat soort dingen? Nee, nu heeft dat nog geen zin. Maar je moet het een beetje bijhouden. Dan zult u zien dat als jij me eraan herinnert en het is klaar, we hebben een voorstel gekregen. Want het is altijd heel belangrijk je hebt inschrijvingen nodig om die reis mogelijk te maken. Ja. Want onder een bepaald niveau wordt er blijkbaar geen winst gemaakt op je reizen. Er moet een beetje winst gemaakt worden. Ik geloof niet dat het nou van een super rendement trekt of zo, maar het is wel een populaire activiteit. Maar goed, dan moet je mij even waarschuwen en dan zal ik zeggen wanneer het treinconcept bezig is om van de helling te lopen. Ja, je weet nog niet hoe lang dat duurt en wanneer het is. Geen idee. Er wordt aan gewerkt, dat is alles wat ik weet. Oké, duidelijk. Dan een WhatsApp-bericht uit Gorkum. Hallo, goedemiddag Tom en Maarten met Abdesmat El Moussati hier uit Gorkum. Ik volg jullie podcast met grote interesse. Elke zaterdag of vrijdagnacht ben ik dan weer aan mijn telefoon gekluisterd om de volgende aflevering weer te luisteren. Maar wat ik nou echt, ik had al een keertje volgens mij over geappt, maar wat ik nou echt heel jammer vind is elke keer, we moeten de tijd in de gaten houden. We moeten de tijd in de gaten. Hoe laat is het? 17:50. Oh, we moeten gaan. We moeten gaan. De aardappeltjes worden warm. Ik vind dat zo irritant. Jullie weten dat zoveel mensen deze podcast zo leuk vinden. En dan elke week 47 minuten, een uur. Waarom geen 2 uur? Vraag ik me af. Dat zou al verholpen worden door na het eten bijvoorbeeld af te spreken met Maarten. Helemaal geen probleem. Of een ander tijdstip. Het zou toch geweldig zijn, een podcast van 2 uurtjes lang. Maarten die dwaalt toch zo vaak af. Dat is juist het genot waarom mensen het geweldig vinden om naar te luisteren. Dus ik zou zeggen, doe het. Doe het, Tom. Regel het alsjeblieft. Dan maak je ons nog blijer dan dat we al zijn.
Alvast bedankt en de groeten uit Gorinchem. Ja, als hij graag 2 uur wil, doen we 2 uur. Ja, weet je wat het is, Maarten? De meeste mensen die luisteren gewoon 3 kwartier. Ah. Dat kunnen we gewoon zien in de cijfers. Ja, en daarna dan zijn mensen er wel klaar mee met ja, al dit gehoor. Ja, dat is ook... Je weet dat bij het onderzoek blijkt dat YouTube... Dat mensen daar, dat de gemiddelde kijktijd is 7 minuten. Hè? Ook als het 1,5 uur duurt of wat dan ook. Dus ja, ik begrijp en dank voor het enthousiasme uit Gorinchem. En nogmaals, ik ben zelf graag bereid om er 2 uur van te maken. Of een extra uurtje erin te lassen. Helemaal geen probleem. Kijk, daar gaat de buurvrouw, die kan iets anders gaan doen. Omdat we niet naar de streetparty hoeven. Nou ja, je had straatfeest. Maar dat ging niet door corona. Was dat hier? Ja, tenminste, de indruk had ik dat het hier op deze plek zo'n beetje zou worden gehouden. Dus ik vind 2 uur helemaal niet zo'n groot probleem, eerlijk gezegd. Maar omdat we natuurlijk klassiek afspreken om 4:30 en omdat ik in principe om 5:30 al ga eten, ja, is het dan... En er zijn nog allerlei andere onderwerpen waar ik langdurig over kan praten, indien dat noodzakelijk is. Dat is helemaal geen probleem. Ja, we kunnen wel, dit weekend kunnen we wel een extra aflevering doen, of maandag of zo. Ik vind wel eventjes, want dit is 1 man uit Gorinchem, dus die taxichauffeur, allemaal prima. Maar ik vind wel dat even, hè, als dit is een eenling, een lonely wolf. Ik vind wel eventjes dat meer mensen zich moeten melden. Oh, ja. Dus dat kun je als je op Apple luistert, kun je op Apple Podcast in de reviews, kun je eventjes het berichtje achterlaten van ja, ik wil een extra aflevering. En nou, mailtje sturen kan of op Twitter is ook wel leuk. Laten we op Twitter doen. Maarten Podcast op Twitter. Ja, ik wil een extra aflevering. En nou, als een aanzienlijke aantal binnenkomt, dan posten we een extra show. De slimste mens duurt 1 uur, hè? Nee, slimste mens veel minder lang. Dat duurt 40 minuten, bij mijn weten. Ja, maar stel dat nou 2 uur zou duren. Dan kijken daar 1,9 miljoen mensen naar. Dus dat, zover zijn we met de podcast nog niet, hè? Dat het stil op straat wordt, zal ik maar zeggen. Het was stil op straat. Verlos hem lulde door. Zoiets. Dat zit er nog niet in. Ja, ik denk dat de werkelijkheid is dat de meeste mensen inderdaad 2 uur wel erg lang vinden. Hij vindt dat dus kennelijk niet. Dus laten we wat extraatjes maken die we er eventueel aan kunnen plakken voor liefhebbers, zoiets. Ja, prima, goed idee. Hè? Ik ben er altijd nog van plan iets over auto's te zeggen. Ja, WDL en Lightyear, die hebben alle twee hebben die zich gemeld. En ze hebben gezegd, nou, kom maar langs met de podcast. Trouwens nog even over die reizen, want er zijn ook reizen zonder de trein. Dan ga je bijvoorbeeld naar landen toe, Duitsland volgens mij, Italië. Ja. Hoe werkt dat? Waar is dat? Ja, het is Labris Reizen, heet dat. Labris. Ja, dan maak ik reclame, maar goed, die reizen worden doordat die organisatie worden die georganiseerd. En ik doe dat samen met Willem Belging, ook voor het betere vertrouwen van de luisteraars. Ik zelf organiseer niks, want dan zou u ook waarschijnlijk al stranden op Schiphol. Maar Willem is een geweldige reisleider, in praktische zin ook. Dus wees blij dat hij erbij is. We doen in september een DDR-reis. Dat we zeggen, op zoek naar de DDR, wat er nog van over is. Het integratieprobleem enzovoort. Die is volgens mij al volgetekend. We doen volgend voorjaar een reis naar Italië. Fascisme. Met Italiaans fascisme. Hoewel, wat kun je daar nog over zeggen? Dat is een interessant historisch fenomeen. Ik denk eerlijk gezegd voor de belangstellenden dat die beide reizen volledig zijn volgetekend. Dus, en dat je dan moet intekenen op verdere reizen. Dat, ja, vraag maar eens informatie. Ja, voor de duidelijkheid, wij doen dat niet. Nee, wij doen dat helemaal niet. En ik nogmaals, organisatorisch, het enige wat ik doe is, ik ga mee en ik hou lezingen. Dat is wat mijn taak is. Dat doet Willem ook trouwens, hoor. We houden allebei er zijn massa's lezingen. Ten slotte duizelt het u van de lezingen. Oké, nou, dan houden we dat in de gaten. Dan nog eventjes een ander punt. En ja, dat gaat over de vakantietip. De vakantietip. Ja, er zijn mensen die moeten nog op vakantie gaan. Heel veel mensen komen nu terug, maar er zijn ook mensen die hebben de vakantie nog voor de boeg. En die vragen eigenlijk, ja, Maarten die roept altijd, lees eens wat, zoek eens wat op. Kun je een boek adviseren? Eén boek waarvan je zegt, dat moet je meenemen in de caravan. 1 enkel boek. Ja, dat is wel. Dat moet natuurlijk zo dik mogelijk zijn. Weliswaar is dat kan wel tot overbelasting van de caravan leiden. Maar nou, als je 1 dik boek wil lezen, dan moet je lezen De Graaf van Monte Cristo. Ik heb het al eens vaker aanbevolen. Een geweldige wraakgeschiedenis.
geweldig moderne, is een Frans boek natuurlijk van origine, van Dumas. Het is prachtig, recent vertaald, lees het vooral. Lees, als je dan toch bezig bent, Anna Karenina, lees Oorlog en Vrede, allebei 1000 bladzijden, dus je kunt even het woord. Als je die 3 boeken meeneemt, dan hangt je caravan als scheef. Ja, trouwens, jij zei net straatfeest, maar ik vind jou eigenlijk helemaal geen type voor zo'n straatfeest. Nee, maar ik vind in zo'n straat moet je een soort van solidariteit tonen, vind ik. Dit is een hele prettige straat, dat mensen overlopen elkaar niet. We doen niet de hele dag gezellig bij de barbecue of zo. Maar je maakt een praatje over deze en gene zaken. En er zijn in zo'n straat voortdurend praktische zaken die ook een zeker overleg vragen. Ja, maar die Delta-variant die gooit nu roede in het eten bij het straatfeest. Maar is dat geen bedreiging voor die reizen die je dan volgende maand gaat maken? Nee. Ik denk trouwens niet dat dat zo is. Kijk, de meeste van die reizen, de meeste reizigers, er zijn wel eens jonge mensen bij, maar dat is vrij uitzonderlijk. Het is meestal nogal een bejaard gezelschap. Okay. Even kijken wat we dan nog hebben. Ja, mensen willen altijd weten wat je ergens van vindt. Bijvoorbeeld MH17 zie ik hier nog in de mailtjes staan. Ach jee, dat drama, ja. Heel typisch klassiek Russisch drama. Dus door incompetentie is dat gebeurd. De meeste dingen in Rusland zijn totaal incompetent. En als het dan gebeurd is, dan liegen ze erover. Ze zeggen niet, ja sorry, ze hebben fout gegaan, was de bedoeling niet. Maar nee, er wordt eindeloos gelogen. Ze besteden eindeloos veel meer energie aan de leugen en om die om de lucht te houden, dan om gewoon te zeggen, ja sorry, incompetent, was de bedoeling niet. De daders worden gestraft, dat gebeurt toch niet daar. Maar goed, je kunt altijd zeggen dat het gebeurt. Nee, klassiek, een beetje Tsjernobyl. Ja, dat is dan even nog wat grootschaliger natuurlijk. Eerst ontken je het. Nee, er is niks aan, hoezo, niks aan de hand. Ja, tenslotte was er zoveel straling in de rest van Europa extra, dat ze moesten het wel toegeven. Ja, incompetentie ook weer. Mislukt experimentje. Reactor ontploft. We dwalen af. Hoe kwamen we op deze mislukte experimenten? Ja, ik vroeg dat van MH17. Maar ik vind het wel een goed idee trouwens om, we moeten misschien eventjes nog duidelijk zeggen, goed idee als we die extra show, als mensen dat leuk vinden, laat het dan even weten via Apple Podcasts in de review of via Twitter, Maarten Podcast. Of zoek even contact en laat even iets horen. En als dat veel mensen zijn, dan gaan we dat doen. Vooral voor die meneer in Gorkum, ja. Want die kan misschien wel aan afkikverschijnselen gaan leiden als ik 2 weken weg ben. Wie zal het zeggen? Dat is een heel nieuw verschijnsel, ja. Dat je bij de dokter komt met een tremor. Ze zegt, ja, dat heeft verrossen. Is tijdelijk opgehouden met de podcasten. Ik weet maar geen raad, werkelijk. Ons hoofdthema, dat is de Tweede Wereldoorlog. Ja, doe dat maar, ja. Rusland zijn we gebleven. En mag ik ook misschien militaire deskundigen vragen niet te luisteren. Dan hoeft hij zich niet te ergeren aan het feit dat ik sommige militaire termen niet op de juiste wijze heb gebruikt en ook de pelotonsnummers bij de verschillende militaire acties wereldwijd ook niet uit mijn hoofd blijkt te kennen. Dank u wel. Maar waren we gebleven met de Tweede Wereldoorlog? We hadden de fundamentele discussie gehad of op 7 december 1941 eigenlijk al de beslissing was gevallen in die oorlog. En of de Duitsers ooit de oorlog hadden kunnen winnen. En toen was mijn theorie, ja, dat blijft natuurlijk pure speculatie, dat als ze al ooit een kans hebben gehad om te winnen, dan had dat moeten zijn met een andere organisatie van de aanval op de Sovjet-Unie. Dus niet over 3 fronten, maar over dat ene front direct richting Moskou met maximale snelheid van uitvoering. Dat was misschien een mogelijkheid geweest. Ik ben er zelf vast van overtuigd, hoewel lang niet alle militaire historici dat ook vinden. Ik ben ook helemaal niet een wereldberoemde militaire historicus, in tegendeel, maar iedereen kan zijn gezond verstand gebruiken. Op 7 december... van het 41 vallen de Japanners Amerika aan. Daar was Hitler hartstikke tevreden over. En die dacht, om die Japanners een beetje te belonen, verklaar ik ook de oorlog aan de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten hebben na enig overleg besloten dat Duitsland, dat de strijd tegen Duitsland prioriteit had en dat in feite de strijd tegen de Japanners sowieso wel gewonnen zou kunnen worden. Dus die had iets minder prioriteit. En nou ja, op dat moment dus is Duitsland erin geslaagd om, de Engelsen waren hun vijand natuurlijk al,
die zakken een beetje weg. Nu hebben ze hebben de Sovjet-Unie aangevallen. Waarbij ze in feite het productiepotentieel, als we zo over te spreken komen, van het land enorm hebben onderschat. Zij zelf waren, daar hebben we het ook over gehad, in feite onvoldoende voorbereid op een mondiaal conflict op dit niveau. En nu voegen ze daar de Verenigde Staten aan toe. Niet waar? Het grootste centrum van industriële productie ter wereld op een schaal die Hitler zich waarschijnlijk helemaal niet eens voor kon stellen. Daar moeten we het ook even over hebben hoe succesvol de Amerikanen zijn geweest op het punt van oorlogsproductie. Echt, kijk, wat rijdt er voorbij in Honda. Met goede vering zo te zien. Ja, soepele viering is, in tegenstelling tot wat de Duitsers denken, is soepele viering is ook helemaal niet in strijd met sportiviteit of zo. Totaal niet. Als je een beetje goed kijkt naar de Formule 1 auto's, vooral in de jaren 60 bijvoorbeeld, zie je dat ze relatief heel soepel gevierd zijn. Maar goed, dat is een hele andere thematiek. Dus nu is Duitsland, we zitten nu begin december van het jaar 41, heeft Duitsland in feite de twee grootste industriële machten buiten Duitsland zelf tegen zich in het harnas gejaagd, plus Engeland. Essentieel moment. Ja, een essentieel moment. Op dat moment, dat hebben we ook gezegd, begrepen ook de Duitsers die hun gezond verstand wel gebruikten, dat die oorlog in feite niet meer gewonnen kon worden. Dat is nog iets anders dan gegarandeerd verloren zou gaan. Maar gezien het karakter van Hitler en de onwaarschijnlijkheid dat hij in redelijkheid zou denken, nou wacht eens even, ik kan hiermee winnen, dus laten we eens kijken wat voor deeltje we eruit kunnen halen. Nee, hij was natuurlijk wat dat betreft een volstrekt radicale figuur. Bovendien besluiten de geallieerden in een gezamenlijke conferentie vrij snel dat Duitsland onvoorwaardelijk moet capituleren en dat Duitsland niet in staat zal zijn om voorwaarden te stellen. Daarmee was dat die weg in feite ook afgesloten. Dus ik zou zeggen, ja, Duitsland had eigenlijk op 7 december 1941 de oorlog verloren. Overigens, wat mij betreft, eigen schuld, dikke bult. We hebben het er verder over gehad. Hitler is vanaf het begin van plan geweest om een grote nieuwe oorlog te voeren. Aanvankelijk leek hij natuurlijk spectaculair te scoren doordat hij Frankrijk uitschakelt in een paar weken. Dat had niemand verwacht. Dat zag er natuurlijk geweldig uit. Dat was allemaal te danken aan een flitsende en uiterst competente wijze waarop de Weermacht werd geleid. En vervolgens heeft hij in feite het eerste conflict wat hij gestart heeft, namelijk in West-Europa, niet afgemaakt. In de zin dat Engeland helemaal geen zin had om te capituleren. En ja, naar mijn idee had hij toen moeten zeggen, nou wacht nou eens even, ik heb een hoop bereikt. Misschien kan ik, als ik wat concessies doe, een leuke deal met de Engelsen maken. Ik denk het overigens niet, maar goed. Ik ga vanaf augustus 40, ga ik stil leven in mijn villa in Berchtesgaden. Mooi uitzicht, hele fijne plek als je er ooit geweest bent. Ze hebben zijn villa opgeblazen, maar er is van allerlei toeristisch te doen daar. Ga eens kijken, zou ik zeggen. Ja, dan weet ik niet hoe het gelopen zou zijn. En in plaats van dat hij dat doet, valt hij de Sovjet-Unie aan. En waarom valt hij de Sovjet-Unie aan? Omdat hij dacht dat het kinderspel zou zijn. Nou ja, we hebben de eerste knal hebben al gehad, dat de Zhukov op 5 december 1941 in het offensief gaat en de Duitsers eigenlijk een kleine 300 kilometer terugdrijft in westelijke richting. Wat eigenlijk de eerste keer is dat ze fors klop krijgen, zo kun je het wel noemen. En daarom moeten we dus nu naar het jaar 42, waarbij nog veel duidelijker wordt dat Duitsland in feite bezig is om die oorlog te verliezen. En daarvoor moeten we eigenlijk eerst iets zeggen over de oorlogsproductie. Want dat was uiteindelijk zeker in 1942 een vrij beslissende zaak. De Duitsers hadden natuurlijk een groot deel van de westelijke Sovjet-Unie veroverd. Waarmee de Sovjet-Unie een aanzienlijk deel van zijn productievermogen had verloren. Maar de Sovjet-Unie heeft in een werkelijk spectaculaire operatie, wie weet wat voor offers dat gekost heeft overigens, een kleine 3000 bedrijven die dreigden door de Duitsers ingepikt te worden, die hebben ze opgepakt, gedemonteerd,
de geschoolde arbeid die ervoor nodig was, idem dito. En gezet achter de Oeral of nou ja, op plekken die voorlopig voor de Duitsers niet bereikbaar zouden zijn, laat staan dat ze gebombardeerd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld was er in Kharkov, was een grote tankfabriek die overigens volledig werkte met Amerikaanse apparatuur. Die kon automatisch lassen en al die vernieuwingen die de Amerikanen in feite in het productieproces hadden aangebracht. En die is volledig opgepakt en naar het oosten verplaatst. En na 10 weken begon de productie in het oosten weer van die tanks. De Russen hadden überhaupt maar 3 grote tankfabrieken. Dat was een ander interessant aspect aan de Russische. De Russen hadden hele simpele, maar goed functionerende wapens. De Duitsers leden, net als bij Duitse auto's tegenwoordig, aan perfectionisme. Het moest altijd beter en mooier. En qua engineering zeg je, oh, wat is het ongelooflijk, wat kunnen die Duitsers dat toch geweldig. Maar in de oorlog, kijk, als je tank beschadigd raakt en hij is zo gecompliceerd, gaat toch een stukje, dat hij terug moet op een rail, met het spoor naar de fabriek om gerepareerd te worden en dan weer naar het front gereden moet worden, zoals bijvoorbeeld met de Tiger het geval was, daar heb je geen zak aan. De Russen hadden een hele simpele tank, een fantastisch goede tank. Het was de T-34, niet te groot, niet te klein. Brede rupsbanden, vooral nadat ze in de gaten kregen wat je met mobiele infanterie zou kunnen doen. Een voortreffelijk wapen. De Duitsers schrokken zich te takken werkelijk. Die hebben toen natuurlijk ook nog die panzer gebouwd. Dus die moesten hun eigen tanks ook in feite kwalitatief opwaarderen. Maar de T-34 was eigenlijk wel beschouwd verreweg de beste tank. Het beste compromis tussen complexiteit en, want ja, als een ding lek werd geschoten, wat natuurlijk regelmatig gebeurde, lieten ze hem gewoon leren. Ze produceren die dingen in zulke grote aantallen, dat kon wel. Daarmee komen we aan de Russische oorlogsproductie. Dus die, wat is het, 2700 bedrijven of zo zijn naar het oosten verplaatst, met inclusief 25 miljoen man personeel. Maar dan nog, het groot deel van de staalproductie was verloren gegaan. Dus 50% van de staalproductie hadden de Sovjet-Unie niet meer. De staalproductie halveerde. De Duitse staalproductie in 1942 was 3 maal zo groot als de staalproductie in de Sovjet-Unie. Maar de Sovjet-Unie produceerde bijna een beperkte productie van staal, bijna 3 maal zoveel tanks als de Duitsers. Namelijk ongeveer 24.000 in 1942 en de Duitsers produceerden 9600 tanks in 1942. Wat je een beetje ook weer aangeeft dat die Duitse economie, want was Duitsland niet in staat om ook 24.000 of 25.000 tanks te bouwen? Jazeker, dat deden ze ook, maar dat was in de herfst van 1944. Ja, toen was de zaak verloren. Hè? Dus daar zie je aan dat ondanks al dat gelul van Hitler over dat hij de oorlog weer ging winnen enzovoort, ze waren niet goed voorbereid. Er was helemaal niet goed nagedacht. Er was niet tot het uiterste gereorganiseerd in die economie. 0,0. In feite was Hitler al met al gewoon een borreltafelstratege. Een kletsmajoor die ongelukkigerwijs tijdelijk beschikte over het beste leger ter wereld. Ja, maar ook dom dus. Ja, dat was niet, als je dan zulke geopolitieke ambities hebt, je wilt de sterkste macht in Europa worden, hè, je wilt in feite de Eerste Wereldoorlog overdoen en dan winnen, dan moet je daar ook tip-top over nagedacht hebben. Dan moet je zorgen dat je militaire productieapparaat ook alles doet wat mogelijk is binnen jouw grenzen. En Duitsland was een enorme succesvolle industriële mogendheid, wat het nog steeds is, zoals we allemaal weten. Maar niet adequaat voorbereid in feite. Nee, we hebben het al over die duikboten gehad. Ook in 39 hadden ze er 20, ze hadden er ook in 39 hadden ze er 200 of 300 moeten hebben. Mm. Maar dat was niet zo. Ja, en hij was ook niet voor reden vatbaar. Mensen om hem heen die hem adviseerden, doe dat nou eventjes niet. Dat aanvallen van Amerika of de oorlog verklaren, dat sloeg hij in de wind. Nee, wat had het niet hoeven te doen. Strikt verdragstechnisch was er geen noodzaak om aan Amerika de oorlog te verklaren. Maar hij dacht zoals, nou ja, hij dacht, god, dat is dan aan de Japanners, die houden die Amerikanen wel bezig, dus daar hebben we voorlopig geen last van. Misschien dat hij op dat moment nog dacht van, nou ja, dat Rusland, dat zal volgend jaar, zal dat wel wat beter worden. Maar dat was dus helemaal niet het geval.
Overigens ondernemen de Duitsers in 1942 in Rusland nog een zeer omvangrijk zomeroffensief, waarbij ze reusachtige vorderingen maken, overigens niet in de sector van het centrale front, zeg maar ter hoogte van Moskou, maar naar het zuidoosten toe. Want Hitler was op zoek naar olie. Oh ja. En ja, je had daar vrij omvangrijke olieproducerende gebieden, maar je begrijpt tegen de Duitse tijd dat de Duitse Weermacht daar verscheen, waren natuurlijk die olieputten die waren opgeblazen, dus die stonden allemaal in de fik, neem ik aan. Wie ze geblust heeft, vermeldt het verhaal overigens niet. En het tweede aanvalsdoel was Stalingrad, wat natuurlijk een symbolische betekenis had. Hitler wou Stalingrad, van, hè, dat zou hij ook een soort symbolische overwinning behalen. Dus het ging om Stalingrad en de olie. De olie is niet gelukt en nu komt Stalingrad, waar hij veel te lang aan vastgehouden heeft. Daar is eindeloos gevochten in die stad, daar stond echt geen ene steen meer op de andere. Als mensen willen weten hoe het daartoe ging, dan moeten ze dat boek van Grossman lezen. Leven en Lot. Ik geloof zelfs dat hij ook een speciaal boek over staat. Dat is aangrijpend. Dat is dan, daar zie je wat oorlog is. Dat is iets, dat is te gruwelijk voor woorden. Daarom begrijp ik ook niet die gamers. Die waardeloze gamers met hun kut oorlogsspelletjes. Sorry dat ik dit woord gebruik. Het oorlog is iets verschrikkelijks. Dat een spelletje is voor pubers, dat kan mij nog altijd enorm irriteren. Ik heb nog spijt dat ik het bordspel Stratego gespeeld heb. Hoe idioot dat ook was vanuit het perspectief van militair denken. Maar dat het een leuk spel is om mensen dood te schieten in een spelletje. Ik vind dat... Ja, ze zouden eens moeten weten wat oorlog werkelijk is. Lees eens iets over een echte oorlog. Dat is gruwelijk. Gruwelijk is het. Waar waren we gebleven? Nu ben ik natuurlijk ontspoord door mijn eigen verontwaardiging. Olie was niet gelukt. Stalingrad, nee, de olie was niet gelukt. Hield het te lang aan vast. Stalingrad. Dus dat was een oorlog in een stad. En waar waren de Duitsers goed in? Dat was een snelle bewegingsoorlog met panzereenheden. Daar waren de meesters in. Dat hadden ze goed over nagedacht, dat konden ze. Maar een oorlog in een stad, je kunt in een stad niet een snelle bewegingsoorlog van met panzereenheden voeren. Dat is onmogelijk. En in die stad waren de Duitsers niet beter dan de Russen. En de Russen vochten met ware doodsverachting. Ik heb ook altijd begrepen dat de enige soldaat tegenstanders waar de Duitsers bang voor waren, waren de Russen. Dat ze s'nachts hun strot kwamen afsnijden, zal ik maar zeggen. De Amerikanen en die Engelsen, daar waren ze niet zo verschrikkelijk bang voor. Wat er ook weer van toen op duidt dat die Amerikanen en Engelsen hele gewone nette jongens waren. Die zijn ze hele gewoon. Maar de Russen waren echte killers? Ja, de Russen waren, althans in Stalingrad, waren dat echte killers, ja zeker. En ze zijn heel ver gekomen. Ik geloof dat de Wolga die daar doorheen stroomt op enkele tientallen meters afstand was. Maar verder zijn ze niet gekomen. Ze hebben uiteindelijk de stad nooit echt ingenomen. Maar terwijl ze bezig waren met deze hopeloze strijd in Stalingrad, dat hadden ze natuurlijk beter niet kunnen doen. Het sloopte de Weermacht. Er zijn daar over de 100.000 Duitse doden gevallen. Dit was ons Zhukov, de reeds genoemde Zhukov, bezig om achter Stalingrad, aan de andere kant van de Wolga, om daar grote eenheden op te bouwen om tenslotte, niet waar, als die Duitsers vastgezet hadden in Stalingrad, om in de aanval te gaan. En dat heeft hij ook gedaan. Op 19 november 1942 gaat het Rode Leger over tot de aanval. En binnen 4 dagen wordt dat enorme leger van de Duitsers in Stalingrad omsingeld. Dus in 4 dagen zijn de Russen de omsingeling gesloten. Nou ja, wat zeg je in zo'n geval als verstandig militair? En die had je ook wel in Duitsland. Ja, Führer, het is wel handig als we die lui terugtrekken. Dan hebben we nu nog wel een kansje op. Als we het snel doen, goed organiseren. Daar waren de Duitsers trouwens hartstikke goed in. Elastische frontverkorting heette dat. Dat hadden ze kunnen doen. Maar je begrijpt, daar had Hitler geen zin in. Er werd geen vierkante meter prijs gegeven. Ze zouden moeten vechten tot ze er dood beneden zouden vallen. Hij benoemt de man, de leider die de leiding had van die Duitse troepen tot maarschalk. Paulus, niet von Paulus, maar Paulus. Waarom was hij zo Hitler? Waarom was hij daar niet wat realistischer? Ja, ik heb geen idee.
Hitler was gewoon, afgezien van zijn meesterslag tegen Frankrijk, was Hitler natuurlijk een betrekkelijk waardeloze oorlogsleider. Maar even goed kun je natuurlijk zeggen dat het de fout was van een veel grotere structuur, dat hij een gigantische oorlog was begonnen, waar hij in feite niet best op was voorbereid en waar hij eigenlijk over de geopolitieke consequenties bar slecht had nagedacht. Uiteindelijk was Hitler eigenlijk een gokker, een improvisator, die maar wat aanklooide in de mogelijkheden die hem in feite door de tegenstander werden geboden. En nou ja, goed, hij weigert dus ook maar één stap terug te doen. En het gevolg is dat Paulus tenslotte, dat de Duitsers in die omsingeling, dat die tenslotte gecapituleerd hebben. Ik meen op 31 januari van het jaar, hoe ver zijn we dan, 43. Nou, dan is het wel echt afgelopen met de Duitsers. Dat kun je zeggen. Nogmaals, er komt nog een offensief, maar eigenlijk is dan duidelijk, dit is een kapitale nederlaag, anders kun je het niet noemen, in allerlei denkbare opzichten. Ondertussen was natuurlijk de Weermacht ook lelijk gerafeld geraakt, had hele grote verliezen geleden. Er zijn er nog tienduizenden Duitsers krijgsgevangen gemaakt, waarvan maar een heel klein deel is teruggekomen uiteindelijk. Dus ja, nee, Stalingrad was echt een verwoestende klap, anders kun je het niet zeggen. Nu zitten we dus in 43. De Duitsers hebben, nou, je moest wel een ongeneeslijke optimist zijn of zo gek als een deur zoals Hitler. Ja, daar hebben we die gekkigheid van Hitler natuurlijk weer. Ja, hij was toch een die Reine, hij was de Führer, dat blijft. We hebben het al eerder, heb ik mijn wanhoop hierover tot uitdrukking gebracht. Die 12 jaren van het Derde Rijk, 33, 45, dat is een die volkomen geschifte geweldsexplosie van Duitsland, dat blijft zo'n raadselachtige zaak. Maar goed, de Duitsers vechten door. Ze hebben gevochten tot ze tenslotte het Rijksdaggebouw in 45 nog dagenlang verdedigd hebben. Dat je denkt, ja, Verossen was al lang met zijn witte onderbroek aan een stok naar buiten gewandeld. Dat begrijp je zeker wel. Hoeveel mensen wisten eigenlijk in Duitsland, los van alle propaganda in de bioscoop en dat soort dingen, hoe het er echt aan toe ging op het slagveld? Nou, ik neem aan dat die soldaten, ja, de propaganda was natuurlijk altijd dat ze eigenlijk allemaal hele nuttige en belangrijke dingen deden en steeds aan de winnende hand waren. De Duitsers hadden een hele voortreffelijke filmdienst die overal prachtige opnames maakte. Zoals gewoonlijk, als die Duitsers die doen ze het goed. Maar ja, ze waren toch verwikkeld geraakt in een strijd die ze onmogelijk konden winnen. Daar kwam het wel eigenlijk op neer. Maar goed, nu raken we dus aan het zomeroffensief van 43. Dat als de mensen moeten dat allemaal even bekijken op een kaartje. En dan zullen ze zien dat er aan dat oostelijke front, wat ondertussen fors naar het westen was opgeschoven, dat daar een hele grote bult in zat. De bult bij Koersk. Ja, Koersk kun je spellen met een U, K-U-R-S-K. Denk aan die onderzeeën. Precies. Maar in Nederlands geloof ik, moeten we in een juiste transcriptie K-O-E zeggen. Goed, anyway, Koersk. En is die bult, zeg maar, Duitsland in of de andere kant op? De andere kant op. Dus de bult die wijst naar het westen, niet naar het oosten. En nu was het idee van de Duitsers om die bult eigenlijk waar af te knijpen. Zo'n beperkt zomeroffensief, maar het zou toch impact hebben als ze zouden slagen. Maar je begrijpt dat Zhukov ook wel had begrepen dat het die bult een aantrekkelijk objectief was. Dus dat, die had zich behoorlijk geprepareerd. En de Duitsers wilden dus in die hoek van die bult, vanuit het noorden en vanuit het zuiden. Het was fantastisch verdedigd in meerdere lagen en linies en zo enzovoort enzovoort. En tenslotte is daar, zegt men, de grootste tankslag uit de menselijke geschiedenis heeft daar plaatsgevonden. Waarbij ik geloof iets van 700 Russische tanks gesneuveld zijn. 600 Duitse tanks. Maar het offensief loopt eigenlijk na een paar dagen loopt het al vast in die enorm hecht georganiseerde Russische verdediging. Dus ook het zomeroffensief van 43 in niet waar loopt vast. Vanaf 43 is in feite het Rode Leger voortdurend in het offensief. Eind 43, ja, ik
moet dat? Ik denk als ik eind 43 zeg, zie ik mezelf als babytje in de wieg liggen natuurlijk. Want je bent in 43 geboren inderdaad. Ik ben van oktober 43. Ja, geconcipieerd tijdens Stalingrad. Tel maar even terug. Dat hoeven de kijkers verder, de luisteraars verder niet te doen, maar ik denk daar altijd aan. Eigenlijk eind 43 hebben de Russen al 2/3 van het grondgebied, wat ze dus in 41 verloren hadden, hebben ze terugveroverd. En dan gaan ze in 44, veroveren ze de gehele ganse Balkan. En dan zullen we straks zien dat ze in 45, januari 45, beginnen ze aan de finale aanval op Berlijn. Want daar ging het, dat tenslotte moest natuurlijk de hoofdstad veroverd worden. Maar ondertussen hebben wij ander werk te doen in 44, omdat natuurlijk na lang wachten de geallieerden overgaan tot een landing in West-Europa. Namelijk op de Normandische stranden. Zoek het even op thuis, kunt u het zien. Wordt keurig meesterzak. Dat is wel leuk omdat ik even een adviesje geef. Zorg dat u een beetje behoorlijk historische atlas heeft thuis. Want het kan enorm nuttig zijn om even te zien hoe dat er op zo'n historische atlas uitziet. Er zijn allerlei hele leuke historische atlassen in de handel. Koop er eentje. Desnoods tweedehands, omdat het is, het is historische atlas. Dus. En wat heb je daar dan aan? Dat je even kunt zien hoe dat eruit ziet met die stranden. Dat is allemaal keurig. Omaha Beach, Utah Beach, enzovoort. You know, Sword, en wat heb je nog meer met die Engelsen. U kunt het allemaal zien. Nog leuker is dat u zelf gaat kijken deze zomer. Ja, ik wou net zeggen, dat heb ik een keer gedaan. Dat is indrukwekkend. Ja, dat is heel interessant eigenlijk. Hele ruwe kust. Ja, maar goed, je ziet waarom die stranden, dat was natuurlijk heel dicht bij Engeland. Dus die troepenopbouw die had in Zuid-Engeland plaatsgevonden. Dus daar hadden ze zich al maandenlang verveeld. Voordat ze tenslotte allemaal aan boord van die bootjes konden. In de richting van de Franse kust. Dit is Overlord, zoals dat heet. D-Day. Hè? D-Day is 6 juni. Het is leuk voor Caroline. Ja, ik hoop dat die ook luistert. Het is wel interessant om te weten allemaal. Ze hadden ook allemaal dingen keurig berekend. Het moest op 5, 6 of 7 juni. En dat hing samen met de getijdenbeweging. Het moest namelijk zo dat de landing moest plaatsgrijpen 1 uur na het einde van de ebb. Zodat er nog vrij veel strand was, zal ik maar zeggen. En bovendien, waarom deze data? Het moest volle maan zijn. En aangezien de operatie begon met het afwerpen van een kleine 30.000 parachutisten. Die moesten wel iets kunnen zien natuurlijk, want het was verduisterd. Vergeten mensen ook vaak dat in de oorlog alles verduisterd was. Ik ben geboren in een verduisterd ziekenhuis. Je had allemaal verduisteringspapier wat je tegen je ramen moest plakken. Vooral natuurlijk omdat die bombardementen, die waren, daar hebben we het al eerder over gehad, die waren vooral op lichtjes beneden. Dus als er beneden geen lichtjes waren, dan was het een stuk lastiger om interessante doelen te vinden voor bommenwerpers. Hadden geen radar waar ze op konden zien, hier is een stad? Nee, volgens mij dat type van radar, bij mijn weten hadden die vliegtuigen zelf geen radar aan boord, maar dat weet ik niet helemaal. Nee. De Engelsen hadden natuurlijk radarstations langs hun hele kust, daar hebben we het wel over gehad en dat heeft een belangrijke rol gespeeld in de Battle of Britain. Wanneer vliegtuigen zelf zijn uitgerust met radar, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Vooral natuurlijk omdat je tegenwoordig, mijn auto heeft ook radar. Zodat hij kan zien of de voorligger of die bezig is af te remmen. Want dan remt hij ook af zonder dat ik iets doe. Dus als ik door bejaardheid in slaap sukkel en de vrachtauto voor mij remt flink af, dan remt mijn auto vanzelf ook af. Ja. Maar het moest dus volle maan zijn, maar dus ook helder. Want als het bewolkt was geweest, hadden ze dan nog niks aan. Ja, maar kijk, dan moet het wel hele dichte bewolking zijn. Wil een volle maan niet goed merkbaar zijn. Dat niet toch een aanzienlijke hoeveelheid licht. Moet je maar eens mee experimenteren. Nou, nu is het geloof ik allemaal vrij helder, maar goed. Probeer het maar. Volle maan, dat kun je altijd wel merken. Dus dat hadden ze allemaal al uitgevonden. Bovendien was het natuurlijk een hele wezenlijke zaak was dat de Duitsers misleid moesten worden. Als de Duitsers natuurlijk ruim van tevoren hadden geweten dat het die stranden waren, op dat moment ongeveer, dan zet je achter elk strand een panzerdivisie. En of ze dan heel huis aan land waren gekomen, dat is een hele dubieuze zaak. De Duitsers wisten wel, er gaat iets gebeuren.
dat wisten ze wel, ja. Je wist natuurlijk wel dat er enorme hoeveelheden troepen samen werden getrokken. Maar de Engelsen hebben daar een hele succesvolle, Engelsen en Amerikanen samen succesvolle misleidingscampagne voor gevoerd. Dat Patton, die tijdelijk ontslagen was omdat hij een zieke soldaat om zijn oren had geslagen. Heel rechte fascist die Patton natuurlijk, maar ja, met dieven, zoals je weet, is zelf een prima generaal, maar moreel deugde hij niet erg. Die was tijdelijk ontslagen, die hadden ze benoemd tot leider van zogenaamde troepen die ze bezig waren te vormen in Oost-Engeland, zeg maar, ter hoogte van het Pas-de-Calais. Dus van het kanaal, het nauw. En dat waren dus tanks, die waren een soort van opblaastanks of zelfs van karton waren het. En het is heel lastig te zien van bijvoorbeeld 1000 meter hoogte of 2000 of 3000 meter hoogte of een tank die je op de grond ziet of die van karton is of dat die echt een echte tank is. En ze hadden, overal hadden ze, nou ja, ze wisten de indruk te wekken, daar zouden de landingen komen. Dus Hitler dacht ook dat daar de landingen zouden komen. En we moeten ook nog even de verdeling van Duitse divisies over de verschillende oorlogstonelen moeten wel beschreven worden. Want er waren aan het oostfront ongeveer 228 Duitse divisies. Er waren in West-Europa 58 Duitse divisies. En in Normandië zo'n 15.000 divisies. En de hele ruzie was aan de Duitse kant waar ze hun panzerreserve zouden moeten opstellen. Ja, er zou iets gebeuren. Je begrijpt, als die panzerreserve vlak achter de kust had gestaan op het juiste punt, had dat enorm veel effect gehad, maar ze wisten niet precies wat het juiste punt was. Dus de panzerreserve werd naar achteren gehouden. Dat is ook dat fameuze moment wat ik volgens mij al komisch geschetst heb. Der Führer schläft. Hè? Ja, Kurt Jürgens in de film, als ik het me goed herinner. Ja, omdat Hitler moest namelijk bevel geven dat de panzerreserve gebruikt kon worden. Maar ja, in zekere zin was het toen al te laat. Ze hebben al de eerste dag ook al 120.000 man aan land gezet. Dat is hartstikke veel. Maar goed, ja, de misleidingsoperatie die werkte fantastisch. Ze zorgden er ook voor dat plannen die dit suggereerden in Duitse handen vielen en zo. En iedereen die de film The Longest Day natuurlijk uit zijn hoofd kent, die weet dat die film helemaal niet begint met de landingen, maar dat die film begint met de misleidingsoperatie. Gek genoeg, als je die film, ik had hem toch meerdere malen gezien, een tijdje niet hebt gezien, dan vergeet je die hele misleidingsoperatie en denk je dat die begint waar ik hem nu zal schetsen. Want ik ging met mijn zoon zitten kijken, denk ik. We zijn er zat geweest. En die zei, ja, toen een jaar of 10 geweest, maar ik dacht, toch interessant. Dus ik had van, ja, dat is een magistrale scène in The Longest Day, waarbij een zekere sergeant Pluskat heet die, die zie je aankomen rijden in zo'n Duits jeepje en die gaat dan naar zo'n bunker waar het personeel al aanwezig is, ze hebben al koffie gezet en zo, hij drinkt ook een koffie en dan kijkt hij naar buiten en dan vragen ze, is er iets te zien? Nee, er is niks te zien, dus ze drinken nog een kop koffie. Een paar minuten later kijkt hij weer, totaal niets te zien, een beetje mistig, zie je ook wel buiten. En dan, geloof ik, de derde keer zegt hij ineens, valt er stilte en dan zegt hij, schieven, tauzenden van schieven. Dat klopt wel, waren tenslotte geloof ik bijna 7000 schepen betrokken bij de landingen in Normandië. En dat is een prachtig moment. Die Pluskat die raakt helemaal boven zijn theewater, die springt in die jeep. Die begint naar zijn meerdere te rijden, te zijn of op te bellen. Ja, daar komen eraan enzovoort enzovoort. En dan vallen ook de eerste granaten van het scheepsgeschut. Ik dacht dat dat het begin van de film was. Dus ik had dat tegen mijn zoon gezegd. Denk, hoe prachtige scène met die Pluskat. Vallen we het eerst niks, een beetje rustig, kop koffie, hè. Niks aan de hand. En dan eens, niet waar. Schieven, tauzenden van schieven. Maar dat was helemaal niet zo. De hele eerste 20 minuten van de film gaat over die misleidingsoperatie. En daar zie je aan hoe raar je hersens werken als het gaat om zo'n film. Dat je eigenlijk bepaalde scènes herinner je in zo'n film.
Die blijven hier een leven lang bij. Je kunt er mij voor wakker maken. Als je me die scène laat zien, zeg ik, dat is Richard Burton in The Longest Day. Iedereen die iets was toen de film gemaakt is, 62 als ik het wel heb, speelt in The Longest Day. Het is een magnifieke film met bovendien, mag ik dat nog eens extra aanbevelen, in zwart-wit gedraaid. Want je weet, vroeger, het is lang geleden, maar mensen zijn het vergeten, was de wereld helemaal in zwart-wit. Dus tot ongeveer, ergens halverwege de jaren 30 was de wereld in zwart-wit. Want we konden alleen maar zwart-wit foto's maken en ja, je kon ze inkleuren. Er waren wel wat ingewikkelde procedees, maar in principe, ik heb zelf als kind nog flink wat foto's gemaakt. Dat was allemaal in zwart-wit. Dat was geen kleur. En dat gold ook voor de film. Ik geloof Gone with the Wind is een van de eerste kleurenfilms die gedraaid is. Dat zit je al in de tweede helft van de jaren 30. De Amerikanen hadden speciale fotografische eenheden die met kodachroom fotografeerden. En het gekke is, als je een kleurenbeeld van de Tweede Wereldoorlog ziet, dan denk je, dat klopt toch niet. Het was toch allemaal in zwart-wit toen. Het is een beetje nep. Dat lijkt een beetje Hollywood kleuren eigenlijk. Maar ja, goed. Dus de wereld was... Maar het was naar mijn idee een fantastisch besluit. Want je kon natuurlijk in 62 al lang in kleur draaien. Om dat in zwart-wit te draaien, vond ik in ieder geval. Ik vind het nog steeds een geweldige film in allerlei opzichten. Volgens mij was al lang met zijn witte onderbroek aan een stok naar buiten gewandeld.